Hallo, vandaag gaan we Fortnite weer al spelen. Ik begin mijn intro vanuit de Battlebus. Vandaag gaan we solo spelen, geen Team Rumble dus. Nu spelen we allemaal eigenlijk tegen elkaar. Wat een mooie Battlebus. Ik land gewoon altijd ergens, ik weet niet waar. Ik drop me gewoon ergens. Maar ik heb een nieuwe tactiek. Ik wacht gewoon elk tot en met het laatste. En dan kijken wie er niet eigenlijk meespeelt. En die maak ik dan dood. Dat gaan we vandaag eens uittesten. Kijk, zo lekker als hier. Zo lekker als hier. Deze personen. Maar sowieso reageren ze subiet wel, dus we laten het idee achter ons en we spelen gewoon even. Hopen dat we niet direct doodgaan. Binnen 30 seconden weten we waar de storm is. En nu moeten we echt even kijken waar we gaan landen, anders hebben we een groot probleempje. Liggen hier wapens, ik hoop het wel, anders ben ik een beetje gepakt. En er liggen geen wapens naast. Ik hoop dat er hier niemand is, want anders ga ik sowieso dood. Dat weet ik nu al. Want ik heb helemaal niks, geen wapen, helemaal noppes. Even wat hout. Ja, hier is wel iets. Nou, is een shotgun, die zit weer hier. Even, oh, dat gaan we niet doen, want anders ontploft het en dan hebben we een groot probleem. En we hebben een nieuwe iets ontdekt. Nee, een taak. Het was een taak, het was niks. Allemaal, het is hier allemaal zo leeg. Ik snap het zelf ook niet. Oh, er is al iemand geweest. Snel. Moet dus opletten. Oh nee. Oh. Maar er was wel iemand, want het deed wel zijn. Ik vind het een beetje scary, als ik het een beetje eng. De deur stond open, maar even kijken wat in de boot is. Zie, er is wel iemand geweest ofzo. Of dat is dat normaal, maar ik zou niet verwonderen dat er al sneaky iemand sneller voor me was. En we gaan even snel lopen over. Het moet helemaal hier zijn. Super ver. Ik heb even mijn mark gezet. We moeten best ver lopen, vind ik zelf. Oké, even kijken of dat we. Oké, snel doorlopen. Vroeger kon je met deze dingen vastpakken.
Ging je vooruit, nu gaat dat denk ik niet meer. Even soms achter ons kijken. Oké, we gaan het bos in. Iets veilig misschien, misschien niet. Voor ons te verstoppen, misschien voor de auto's. We zal zien. Voor als er bijvoorbeeld een auto komt en die komt onze richting uit, kunnen we altijd ons verstoppen achter bomen. Maar we doen nu even snel hier. Hopen dat niemand ons snipt. Hopen dat we niet te goede mensen op ons pad krijgen. Anders ben ik direct dood. Er zijn nog 43 mensen in het spel. Oh. We gaan hier even naar boven, denk ik. Oh. Snel, 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 snel. Oh. Even laten weten dat we hier geweest zijn. Wow. Dit is best groot. Vroeger was het altijd zo'n super hoog ding. Dit even mee. Ik denk dat we snel naar beneden moeten gaan. Snel. Snel, 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 snel. En we moeten snel weg. Oh, ik heb het wapen niet verwisseld. Niet zo slim van mij natuurlijk. Alles gaat hier een beetje mis. Oh, ik vind dit een heel slecht wapen. Waar we nu? Maar dit is wat dit is. De storm komt er ook aan. Ik ben een beetje paniekerig, als je het zo mag noemen. Even wat hakken, want ik heb te weinig hout. Hier zijn dikke gevechten bezig, maar we gaan proberen een beetje, een mini beetje te ontwijken. Even, oh joh, ik schrok. Kom. Nieuw Mars. Nou, van een opdracht. Even kijken. Oh, iemand is daar. Een beetje problematisch. Is het? Oh.
Spijtig genoeg zijn we dood. Hij zat beneden. We zijn 18 geworden. We krijgen nog wat XP erbij. Voor onze Battle Pass. Eigenlijk moest ik nu hier in de auto springen. En dan gewoon wegrijden. Maar spijtig genoeg is dat niet gelukt. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een like. En abonneer zeker even op ons YouTube kanaal. En vergeet zeker ook niet het belletje aan te zetten. En dan zeg ik wat ik altijd zeg. Tot de volgende video. Dag!